is weer een tijdje geleden, Jan. Goed dat je er bent, man. Ja, een tijdje niet geweest. Ja, wat was dat? Waar was je? Ja, ze zeiden dat ik voor jou niet mocht komen. Dus dan, Van mij ben je altijd welkom, Jan. Nee, ik ga bij RTL en dan kom ik hier. En nu kom ik weer regelmatig schijnt. Ja, je was van de week ook nog even naar Madrid geweest, begreep ik toch? Ja, ja, Atletica. Ja. Ah. Leuke avond, leuk. Ja, voetbal voor zichzelf was er, maar eromheen was echt niet normaal. Sfeer, hè? Jongen, jongen. Dat voetballen, he. Normaal zeg je, ik loop weg. Ja. Want dat Atletico Madrid wou echt niet voetballen. Totaal niet. Helemaal niet. Maar je ziet, man, de keeper had die bal. Ah, weet je, je kan wel zeggen die niet voetballen, maar de intensiteit van zo'n wedstrijd is wel enorm. Ja. Ik zat een beetje hoog. En dan zag hoe gedisciplineerd ze speelden, jongen, wordt niet normaal. Als jij een veld hebt, hè, zeg maar, als dit de zijlijn is, spelen ze soms, sta je met z'n 20 op dit stukje. Ja, hij jaagt het helemaal zo in het klein, hè? Ja, maar nee, de keeper had de bal, ze wou de bal niet hebben. Hè. Hij moest hem altijd naar voren pegelen, weet je. En wat ineens, dat wordt opgesloten voor de duels. Ja, dat was echt niet te geloven. Want die Salah, die Mané, die wisten niet wat ze gebeurde. Helemaal, joh, geen meter ruimte kreeg. Helemaal niks. Maar het mooiste was, ze mochten gewoon de bal hebben. Hè? Ja. Liverpool. Nee, maar ze konden echt geen openingen maken. Nee. Nee, die Belg viel slecht in. Hè. Wie? Origi. Oh, ja, maar was niet goed. Divock, ja, dat was niet mee. Maar was het in het vliegtuig naartoe zat je met allemaal Ajax-zieden gehoord. Heb je biertjes uitgedeeld, toch? Wat? Ja, biertjes uitgedeeld. Ja, dat ze weer geen poen hadden, die gasten. Wat? Ja, dat is niet te geloven. Nee, ik was met Air Europe. En dan moet je... Ik kan niet een cash betalen mee. Je moet met... creditcard. Ja. Blijkbaar hebben ze dat niet in Amsterdam. Nee? Nee. Al die Amsterdammers, Amsterdam, die Ajax-fans? Ja, ik weet niet wat voor volk dat is, maar ze halen niks uit hun zak, hè? Nee? Nee. Dus jij met de creditcard rond? Feyenoord roepen? Nee, ze zaten erachter, maar... Ja. Dus ja, daar werd een jongetje erbij, ja. Voor die 5-6 euro, dat red ik ook nog wel. Ja. Nou, maar de volgende dag werd ik eruit gemaakt voor rotte kakkerlak. Dus dat maakt geen reet uit. Zat op vliegveld, ben gelezen voor rotte school. Ja, dat heb ik nou weer gedaan. Biertje uitgedeeld, kakkerlak meteen weer. En dat was weer een andere. Ja. Toch zal wel om te lachen zijn geweest. Denk ik. Ja, dat is humor om te lachen, inderdaad. Ja. Hey mensen, jullie moeten zeker kijken naar Veronica Insight. Met de nieuwe app Werelds.